Theater Te Water, Stichting Beeldlijn en het Grafisch Museum blijven toch bestaan. Dat is vandaag tijdens een vergadering van Provinciale Staten besloten. De kunstraad had geadviseerd geen subsidie meer te verstrekken, maar de politiek besliste anders. Het advies van de kunstraad werd fors bekritiseerd door de staten en de instellingen. Met resultaat. Theater Te Water krijgt de komende 4 jaar 40.000 euro en kan dus blijven bestaan. Ja, ik ben ontzettend opgelucht, want het is altijd spannend, maar deze keer met al die bezuinigingen vond ik het wel extra spannend. En allemaal nieuwe mensen, nieuwe gedeputeerden, dan weet je gewoon niet waar je aan toe bent. Maar we zijn er door. Voor het Grafisch Museum aan de Rabenhoutstraat is gezocht naar een andere oplossing. Zij krijgen jaarlijks 17.000 euro tot 2017. De gedeputeerden spreken van een inspanningsverplichting jegens het Grafisch Museum. Pauline Nijs van het Grafisch Museum vindt de toezegging niet helemaal helder. Er is nu een soort toezegging dat men bereid is om te gaan kijken waar het dan uit kan komen. Het gaat niet uit de cultuurnota komen. Dus we zijn er nog steeds niet helemaal zeker van of dat het echt wel definitief is. En hoeveel het dan ook wordt. Halen ze die 17.000 en waar gaat het vandaan komen? Ik hoop dat er heel snel uitsluitsel komt en dat men dan gaat zeggen het is geregeld en het komt daar vandaan. En het is 4 jaar lang het bedrag wat we hebben voorgesteld. De oppositie vindt dat het college van gedeputeerden er een potje van maakt. Met het negeren van het advies van de kunstraad is de objectiviteit ver te zoeken. Als je kijkt hoe er met de zaak is omgegaan, de een mag wel, de ander mag niet. Gelijk gescoord in de criteria of helemaal niet gescoord in de criteria. Sommige instellingen moeten nog even wat langer wachten, omdat ze misschien wel of misschien niet iets gaan krijgen. Ja, het is onbestaanbaar. D66 maakte zich sterk voor een aantal instellingen en is blij met het resultaat. Mooi resultaat behaald. Meer incidenteel geld hebben we ook bereikt. En we hebben wat mogelijkheden geboden ook nog voor andere instellingen. Ook Theater De Steeg, het Rijtuigmuseum Nienoord en het Museum Stad Appingedam kregen uiteindelijk toch geld van Provinciale Staten. Just Vink van Theater Te Water haalt opgelucht adem en gaat weer snel aan het werk. We zijn bezig met de voorbereidingen van de zomer. Ik denk dat die heel erg mooi wordt. En voor nu, we staan vrijdagavond in het Florishuis, spelen we weer in de stad. Dus het ziet er goed uit.